Jezus van Nazareth veroverde de wereld en was bepalend voor onze westerse cultuur. Ik heb me verdiept in zijn leven en volgde zijn apostelen, allemaal mannen. Maar zoals het bekende gezegde luidt, achter iedere succesvolle man staat een vrouw. Hoe zit het met die vrouwen? De kerk heeft hen eeuwenlang slechts een klein bijrolletje toegekend, onbelangrijk in de coulissen. Beeldvorming is heel erg hardnekkig. 1400 jaar dat je op deze manier naar vrouwen kijkt. In de vrouwen van Jezus van Nazareth kruip ik in de huid van vier illustere vrouwen. Maria Magdalena, Jezus moeder Maria, Helena Augusta en Nino van Georgië. Vrouwen die bereid waren hun leven in dienst te stellen van de revolutionaire boodschap van de man uit Nazareth. Hoe hebben deze vrouwen bijgedragen aan wat uiteindelijk 's werelds grootste godsdienst is geworden?